Er zijn er initiatiefvoorstellen en grondwetwijzigingen vanuit de NDP, de VHP-fractie en de PL-ABOP-fractie. Hoe zit het met de NPS? Heeft of had de NPS-fractie geen behoefte om te komen met het initiatiefvoorstel voor wat betreft de wijziging van de kiesregeling? Daarover spraken wij met NPS-voorzitter Gregory Rusland, die er als volgt hierop inging. Vanuit de NPS-fractie, heer Rusland, was er geen behoefte om ook zo'n initiatiefvoorstel in te dienen? Vooralsnog hebben we die behoefte niet gehad. Maar moet duidelijk zijn dat we natuurlijk wel onze mening hebben over hoe het er zo uit zou moeten zien en wat er zou moeten gebeuren. Ik denk dat we terug moeten gaan naar 2016, toen er een commissie was onder leiding van oud-president Willem Bos, die de opdracht kreeg om te gaan sleutelen aan de kiesregeling en dergelijke. Waarbij de NPS ook gevraagd was om te participeren. We hebben dat niet gedaan, omdat we toen zeiden we vertrouwen het zaakje niet. Uiteindelijk hebben we gelijk gehad. Want al de voorstellen die gedaan zijn toen, heeft men links laten liggen en men heeft één gepakt daaruit. En dat is dus die pre-electorale samenwerking die men verboden heeft. Dat wil zeggen dat partijen niet meer met elkaar mogen samenwerken voor de verkiezingen. En dat hebben ze dus doorgevoerd. In ieder geval, wat we wel hebben gedaan, is dat we in 2016, 2017 onze voorstellen compleet hebben uitgewerkt en hebben ingediend bij toen de commissie Weinig was. In 2020 natuurlijk zijn we een nieuw traject begonnen en de NPS heeft continu gesleuteld aan voorstellen om te komen natuurlijk tot aanpassing van die kiesregeling. Ik moet zeggen dat met de besluiten of het besluit van het constitutioneel hof is de zaak in een stroomversnelling gekomen. We zien dat iedereen rent en voorstellen doet. En er moeten voorstellen komen natuurlijk. Maar niet iedereen hoeft voorstellen in te dienen. Omdat wat je gaat krijgen is in die end. En vandaag hebben we het besluit genomen om een commissie in te stellen in het parlement. Die zich gaat buigen over deze issue. En uiteindelijk komt er een voorstel daaruit. Welke wij gaan behandelen en openbaren. Dus al de commentaren, al de ideeën die welke partij dan ook heeft in het parlement, die zul je kunnen ventileren, die zul je kunnen bespreken, die zul je kunnen aandragen in de openbare vergadering over deze issues. Dus wij, sowieso, ik zit in de commissie namens de NPS, met als toehoorders mevrouw Ednel en de heer Plein. En we zullen natuurlijk op die manier onze zienswijze, onze visie met betrekking tot deze issue duidelijk maken. En nu zijn er ook niet alleen maar de wijziging van de kiesregeling, heer Rusland. Wat we ook hebben is de grondwetwijzigingen die men heeft gevraagd of voorgesteld, heer Rusland. Hoe kijkt de NPS hiernaar? Nou, ik moet zeggen dat, kijk, als het gaat concreet om de voorstellen, moet ik aangeven dat in de eerste plaats de NPS voorstander is van een landelijke evenredigheidssysteem. Waarom? Omdat als je nu de situatie bekijkt, dan zul je zien dat we 10 districten hebben. 10 districten die allemaal apart worden behandeld met als gevolg dat je per zetel verschillend aantal mensen nodig hebt voor de districten. En dat is precies waar het constitutioneel hof problemen mee heeft. Dus we moeten een systeem gaan vinden waarbij in die end elke zetel, elke partij die een zetel haalt in het parlement, ongeveer hetzelfde aantal stemmen moet hebben voor die zetel. Om het even nader uit te leggen, in 2020, als we kijken naar de resultaten van 2020, dan zult u zien, en dat is niet nogmaals om te klagen, maar om het voorbeeld aan te geven waar het over gaat. De NPS heeft voor 3 zetels 33.000 stemmen gehaald. Dat betekent 11.000 stemmen per zetel. De VHP heeft iets van 108.000 stemmen gehaald met 20 zetels. Dat is zeggen ongeveer 5200 of zo stemmen per zetel in vergelijking met NPS 11.000 stemmen per zetel. De NDP nog minder, ik denk 4800 stemmen. De ABOP weer minder en de BEP minder voor dus het aantal zetels dat men heeft gehad.
Je moet komen dus nogmaals tot een systeem waarbij je dat probleem oplost, maar tegelijkertijd een systeem dat ook vrij transparant is. Duidelijk naar ieder toe. En als je nogmaals één district kiest als Suriname, je zegt Suriname is één district, je krijgt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 200.000 stemmen. Stel dat er 50 zetels zijn, dan wordt iedereen 4.000 stemmen per zetel heb je nodig om binnen te komen. Dus dat zal natuurlijk de zaak transparanter maken. Als we kijken naar de grondwetswijzigingen, dan zien we dat volgens mij de VHP daar wat heeft gezegd daarover. In ieder geval kunnen we zeggen dat wij absoluut niet mee eens kunnen gaan dat het parlement eigenlijk ontbonden kan worden door de president. Dat kan niet. De president is gekozen door het parlement. De president is afgeleid van het parlement. En dan kan je niet de president de gelegenheid geven of de regering, via staatsbesluit om het parlement te ontbinden. Dus dat gaat zeker niet. Maar ik denk dat dat issues zijn die aangegeven zullen zijn in de verschillende voorstellen. Die zullen op tafel liggen en we zullen daarop moeten natuurlijk discussiëren. Belangrijk nogmaals is, in die end zullen wij moeten komen tot een systeem dat gedragen wordt door minstens 34 leden van het parlement. Want het parlement gaat het besluit nemen. En dat betekent, met die verschillende voorstellen die nu op tafel liggen, gaan we moeten praten. We gaan moeten praten met elkaar. Om dan uiteindelijk te komen met een systeem dat de toets van de tijd kan doorstaan. Dat betekent, wanneer we dan kijken over 20 jaar, moet het nog steeds gelden. Over 30 jaar moet het nog steeds transparant, eerlijk zijn naar alle burgers van dit land. Dat is waar wij voor gaan. En natuurlijk zijn er verschillende methoden om te komen tot een dergelijk resultaat. In ieder geval staan we open om die discussie aan te gaan en te komen zo snel mogelijk tot een besluit in deze. En een der voorstellen, heer Rusland, is men wil geen president en vicepresidentskandidaat meer met een strafblad. Wat ons betreft is dat inderdaad toch wel een idee, een gangbaar idee, dat je mensen met een strafblad niet kan hebben als kandidaat VP of president. Natuurlijk. In lijn met de regels en de wetgeving van het land. Want je hebt soms gevallen waarbij bij de veroordeling de rechter kan beslissen dat het actief kiesrecht iemand wordt ontnomen voor een bepaald aantal jaren en dergelijke, en het passief kiesrecht ook. Maar dat hangt allemaal af natuurlijk van de wetgeving. Als we daar wel rekening mee houden. Maar wat ons betreft, mensen met een strafblad zou je niet moeten toelaten voor dergelijke functies. Maar dat is duidelijk vanuit de NPS altijd zo geweest. En het behalen van de meerderheid om er door te krijgen, zal dat een makkelijke taak zijn, heer Rusman? Ik kan niet vooruitkijken. Gelet op de verschillende discussies die er nu reeds zijn. Ik ga ervan uit dat we nu uiteenlopende voorstellen hebben. En we zullen elkaar ergens moeten vinden om die 34 stemmen, of meer dan 34 stemmen, op tafel te kunnen leggen. En het zal dus een matter worden van give and take, zolang we aan de basisuitgangspunten, de vereisten van een dergelijke kiesregeling. Nogmaals, iedere stem, waar je ook bent, als je nou in Nikeri bent, in Sipaliwini, Brokopondo, Paramaribo, dat dezelfde waarde wordt toegekend aan die stem, dat het transparant en eerlijk toegaat om de vertegenwoordigers aan te wijzen. Wat delen van die samenleving wel vraagt, dokter Rusland, is of het volkswil wel duidelijk tot uiting komt in de drie voorstellen welke er zijn ingediend, de drie initiatiefvoorstellen. Nou, kijk, we hebben een systeem waarbij het volk kiest voor een parlement. Er zijn verder wetgevingsproducten waarbij je soms met 26 leden, zelfs met 2/3 meerderheid besluiten kan doorvoeren. Men heet volksvertegenwoordiger en uiteindelijk moet je een systeem hebben om te komen tot besluiten. Dit is een van de systemen waarbij je moet komen tot een meerderheid van minstens 34. En dan moet je ervan uit kunnen gaan dat het volkswil, de wil van het volk, daarin natuurlijk tot uiting zou komen. Het kan zijn dat er delen zijn, je gaat nooit iedereen op lijn krijgen, er gaat altijd welk systeem
je ook kiest, zullen er mensen zijn die tegen zullen zijn. Maar uiteindelijk moeten we besluiten nemen die de toets van de wet en dergelijke kunnen doorstaan.